Ja. Leuk je te zien. Ja, spannend hè. Jullie elkaar nog een keertje zien. Oké, okay, ben je liever dominant of onderdanig? Jullie elkaar nog een keertje zien. Nou, dat kan. Officieel, hè? Wat officieel, ja. Klopt. Waarom? Ja, nee. Is het nodig? Ik ben het niet, dus ik hoef geen single. Oh, jij bent het niet? Nee. Ik ben niet single. Tenminste, dat bedoel ik. Ik ben niet single. Dus jij kan het loslaten. Nu ben jij niet meer single. Nee, maar net ook niet, hoor. Doe maar IC dan. Ja. Nou, had je dit al gezien? Ja. Wat heb je genomen dan? De, gewoon de chicken burger. Oh, lekker. Zonder saus. Nice. Ik hou niet van saus. Nee? Nee. Oh. Gewoon meest saus. Dat is niet erg. Dankjewel. Oh, dit is echt mooi. Dankjewel. Nou, doe mij die tagliatelle maar. Ja. En ik wil gewoon de chicken burger, maar dan zonder de saus. Chicken burger zonder saus? Ja. Nou, super. En wat voor school doe je? Ik doe, nou, ik krijg morgen mijn diploma. Oh. Gefeliciteerd alvast. Dankjewel voor helpende zorg. Oh ja. En eigenlijk deed ik een paar jaar lang verzorging IG. Mm-hmm. Maar nou, het lukte niet helemaal. Dus toen heb ik er maar voor gekozen om helpende zorg te doen. Door voor af te studeren. Mm-hmm. Eigenlijk hoefde ik daar ook niks meer voor te doen, want ik was al in het laatste jaar van verzorging IG. Ja. Dus ja, morgen krijg ik mijn diploma en dan hoop ik zo snel mogelijk weer verder te gaan. Maar in ieder geval dat ik deze diploma heb en mm-hmm. straks zonder diploma zit, vind ik heel belangrijk. Ja, precies. Ja, precies. Dat is ook belangrijk, ja. Maar dan heb je in ieder geval een diploma. Ja, en wat doe jij? Ik doe luchtvaartdienstverlening. Oké. Okay. Voor stewards. Oh, dat is wel leuk. Ik heb mijn lesstof zeg maar bijna af nu. Dan nog een jaar stage en dan kan ik afstuderen. Oké. Okay. En ik hoop dat ik dan een baan vind. Dat is een beetje moeilijk nu in deze dat tijd. Dat is nu heel in moeilijk. In de luchtvaart. Klopt. Dus, maar dat komt wel goed. Ja, vast wel. En bij mij is het wel makkelijk met de zorgen. Mm-hmm. Ja, daar hebben ze heel veel mensen nodig. Ja, klopt. Ja, dat is prima te doen inderdaad. Ja. Nou, ik denk als ik geen baan kan vinden dat ik ook zoiets ga doen hoor. Je moet toch iets? Je moet iets. Ja, je hebt wel een diploma dan, dan kan je altijd nog de lucht in gaan. Ja. Dus dat zit wel goed in je. En wat doe je verder in het dagelijks leven? Nou, ik zwom altijd. Dat is niet echt, nu ook niet meer eigenlijk. Nee. Door corona ben ik gestopt. Omdat we niet meer mochten trainen. Ja. En toen heb ik gewoon gezegd van ja, weet je, ik ben op mijn leeftijd dat ik denk van klaar. Ja, mijn toppen heb ik gehad, zeg maar. Ja. Dus nou ja, dat eigenlijk. En ze druk met school. Ik werk in een kledingwinkel. Welke winkel? Welke? In Winschoten. In Winschoten. Van 32. Ik weet niet of je Leeds kent, die zit dat hier. Dat ken ik wel. Ja? Ja. Oh, top. Ik ken het wel, maar nou, ik kom er niet. Maar ik ken... ja, hetzelfde als Leeds. Ik weet niet of je weet, Leeds zit hier ook klopt. In Groningen. Ja. Nou ja, daar bij Pasta Fabriek zit hij. Ja. Maar ik zit dan in Winschoten en hij heet dan Van 32. Oké. Okay. Het is niet ongeveer hetzelfde, zeg maar. Ja. Nou, ik op dit moment werk ik niet. Nee? Nee, maar ik ga werk zoeken gewoon in de zorg. Dus, mm-hmm. nou ja. En ja, in het dagelijks leven verder, op dit moment niet zoveel. Ik deed altijd... Thuis. Ja, thuis. Ja. Ik deed altijd heel veel uitgaan en festivals en zo. Mm-hmm. Maar, ik moet er niet uit zitten. Maar ja, dat kwam dus ook niet echt meer. Dus het is gewoon thuis met vrienden en vriendinnen afspreken. Mm-hmm. Netflix, terrasjes, ja. Niet heel veel boeiend eigenlijk. Dat is ook, nou ja. Heb je wat zenuwen gedaald? Wat zei je? Zijn je zenuwen allemaal ja, gedaald? Wel. Ik zei echt, wat zei u? Zei. Oh, ja, dat, netjes. Dat hoeft niet. Maar wat zei je? Ja, maar ja, mijn zenuwen zijn nog gedaald. Mooi zo. Dat ja, zei ik ook niet. Maar ik snap het wel. Mijn vader en moeder hebben me zenuwachtig gemaakt. Echt? Ja. En papa was het vergeten. Oh. Dus
had ik niet zoveel aan. Ik heb mijn ouders eigenlijk niet eens verteld. Nee? Nee. Oh, papa en mam. Nee, joh, ik stuur die YouTube-ding straks wel. Ik zeg, hier, kijk maar. Dan ben ik. Kijk maar even, kijk, ja. Hey, ja. Weet je dat ik die ben? Ja, ik heb wel mijn vrienden en vriendinnen verteld. Mm-hmm. En, ja. Heb je zelf opgegeven? Ik heb mezelf opgegeven, oh, ja. Ja. Nou, ik ben opgegeven. Door je vriendin? Nee, door mijn nichtje. Het is een soort van opgegeven, zeg maar. Oh. Zij heeft mij getagd in die Facebookpagina, dat bericht. Ja. En toen dacht ik van, ja, doen of niet. Ja. Wat kan je missen? Maakt niet zo uit, toch? Ik kan wel een keer meedoen. Ja, ik zag het op Facebook, op Sikkom of zo. Ik dacht van, oh, wat gezellig. Mm-hmm. Lijkt me vet leuk. Ja. En ik dacht van, ja, weet je, ik woon er toch naast. Dus waarom, gewoon niet proberen. Ja, precies. Ik zie het gesprek is er wel. Het gesprek is er wel, ja. Ja, die had ik. Dank je wel. Yes, dank je wel. Dank je wel. Nou, iets smakelijk. Dankjewel, jij ook. Geniet ervan. Ik heb helemaal geen honger, nog. Nee, het is een beetje vroeg voor eten. Ik eet nooit zo vroeg. Ik ook niet. Ik eet het om 8 uur of zo. Maar het gaat wel in dingen. Dat is gewoon met mijn hand. Ja, dat moet je gewoon doen, hoor. Daar kijk ik Mira van op. Nou, pasta kan je niet met je hand eten. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat die opstaat. Wat is jouw favoriete karaktereigenschap? Nou, vertel eens. Mijn favoriete karaktereigenschap? Ja. Wat bedoel je bij mezelf? Of voor ja, anderen? Nou ja, wat je sociaal zo. Bij mezelf? Ja, ik ben heel erg. Ja, ik ben spontaan. En ik ben eigenlijk altijd mezelf. Mm-hmm. En nu gewoon altijd mijn eigen ding, weet je wel. Dus. En. Ik heb ook heel veel inlevingsvermogen en ik ben heel behulpzaam. Nice. En voor jou? Nou, ik ben sowieso sociaal. Je kan bij mij echt iemand e-mail neerzetten en dan praat ik dan gewoon mee. Het wordt nooit ongemakkelijk of zo. Precies, weet je, want ook al ben ik zenuwachtig, ik praat zoveel. Ja, maar dat is gewoon goed hoor. Ja. Er zijn ook mensen die dan gewoon dichtslaan, die gewoon niks zeggen. Ja. Nee, daar kan ik echt niet tegen. Maar dan, zeg maar, ik ben wel zo'n persoon die het dan uittrekt, weet je wel. Die het dan wel uitkrijgt, maar. Wat is jouw minst favoriete karaktereigenschap? Zo, die is emotioneel. Nou, ik ben heel jaloers. Nou, niet voor een beetje, echt heel jaloers. Ik ook, echt heel ik ben erg. Heel jaloers. Ik heel erg. Maar niet eens gewoon bij een relatie, ook gewoon als een vriendin van mij, als ik daarmee sta te praten en dan gaat ze met iemand anders praten of zij met iemand anders ik, praten. Dat, nou, zo dan ben ik dan weer niet. Maar. Nou, ja, dat heb ik ook vrij snel al wel. Maar. Ja, ik kan heel jaloers zijn, inderdaad. Ook als mensen. Weet ik veel, als mijn vriendinnen met iemand anders afspreken, terwijl ik met ze hun wil afspreken, ja, weet ja, je precies. Wel. Mm-hmm. Maar het is vooral qua dating ben ik heel jaloers. Oké. Okay. Nou, dat komt dan wel overeen, zeg maar. Ja, dat scheelt. Mm-hmm. Ik ben ook niet iemand die gekke dingen doet, dus bij mij hoef je niet eens jaloers te zijn, maar ik ben het zelf wel heel erg. Ja, ik ben zo gek als een deur. Ik doe echt gekke dingen. Maar niet eens qua dat vlak, maar gewoon in het dagelijks leven. Oh ja, dat doe ik dan wel heel gekke dingen. Ja. Wat ik ook hier niet ga vertellen. Nou, deze vraag voelde je heel aankomen. Maar de vraag is, willen jullie elkaar nog zien? Wie wil eerst? Zal ik eerst gaan? Oké. Okay. Eerst. Nou ja, ik zou je wel nog willen zien, maar als vriend, zeg maar. Als het heel duidelijk. Ik weet niet, ik vond het wel heel gezellig. Ik vind je heel aardig, je bent heel sociaal. Alleen, ik voel niet echt een gevoel, zeg maar, nee. Die ik moet voelen voor iemand. Nee, ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Daarom hoopte ik dat jij als eerste wou. Ik vond het heel gezellig. Precies wat je zei, je bent ook heel spontaan en vlotte babbel, daar hou ik wel van. Maar inderdaad, ik. Nee, zeg maar, ik voel het ook niet echt helemaal als, zeg maar, alsof je niet echt mijn type was, zeg maar, qua relatie. Maar ik, ik vind je wel gewoon een hele leuke jongen. Thanks, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, nou,